sluiscomplex Heumen. Het overgangspunt tussen Maas en Maas-Waalkanaal wordt gemarkeerd door dit enorme bouwwerk. We staan vandaag bij het sluiscomplex Heumen. Een kolossale schutsluis die in staat is om de grootst mogelijke binnenvaartschepen een verschil in hoogte te laten trotseren tussen Maas en Maas-Waalkanaal. Het sluiscomplex Heumen is halverwege de jaren 20 aangelegd. In die periode werd ook het Maas-Waalkanaal aangelegd om een kortere vaarroute van Limburg naar noordelijk Nederland te bieden. Het graven van het 13,5 kilometer lange Maas-Waalkanaal duurde 7 jaar. Dit kanaal verkortte de vaarroute wel met zo'n 100 kilometer. Over het sluiscomplex Heumen werd een hefbrug aangelegd voor voetgangers en fietsers. Het sluiscomplex was een strategisch punt in de Tweede Wereldoorlog. Bij de Duitse inval in 1940 is er op 10 mei een aanval geweest op dit complex. Hierbij verloren vele Nederlandse soldaten het leven. Voor hen is dit herdenkingsmonument opgericht. Maar ook bij de Operation Market Garden in 1944 is er op deze plek veel bloed gevloeid. De hefbrug is er overigens niet meer. Deze is in 1988 vervangen door de Maldense Brug. Het sluiscomplex Heumen is groot, 270 meter lang, 16 meter breed en 3,70 meter diep. Daar kunnen dus behoorlijke schepen doorheen. Behalve de sluis is er ook nog dit gemaal, dat bij hoog water het peil kan regelen. Zo kunnen de schepen ongehinderd hun weg varen. Een behouden vaart aan alle schippers en aan ons filmteam!